Welkom bij weer een analyse voor het Zwols Songwriters Gilde. Mijn naam is Bertolf en we gaan vandaag het nummer Still Crazy After All These Years van Paul Simon onder de loep nemen. Misschien eerst eventjes een soort kleine disclaimer over het analyseren van nummers. Ik heb ook vragen gehad van mensen die zeggen, hoe praktisch is dat nou eigenlijk, dat hele analyseren? Wat kan ik daarmee? Wat heb ik daaraan? Als ik zelf schrijf, dan denk ik niet zo. Dan denk ik niet zoveel na. Dan ben ik niet zo rationeel bezig met welke akkoorden kan ik allemaal gebruiken of op welke momenten beginnen mijn melodieën. Dan probeer ik juist eigenlijk een soort stream of consciousness, zoals dat heet. Dus je probeert eigenlijk je ratio bijna uit te schakelen en vooral snel te werken. Maar aan de kennis die je opdoet bij het analyseren van nummers kun je wel degelijk heel veel hebben. En ik zelf heb daar bijvoorbeeld heel veel aan op het moment dat ik vastzit met een nummer. Dat ik denk, hé, het werkt niet, het is saai, het is monotoon. Hoe kan dat nou? Dan kom je vaak met kennis verder. Want dan zie je, oh, het komt misschien omdat mijn melodieën de hele tijd op dezelfde plaats beginnen. Oh, het komt misschien omdat de melodie niet genoeg omhoog gaat in het refrein. Of dat er niet genoeg verloop is tussen melodie. Dus dat kan je dan uit je gereedschapskistje halen. Daar stop je eigenlijk allemaal instrumentjes in qua kennis. Waar je iets aan kunt hebben als je vastzit. Dat vind ik trouwens heel leuk. En dat zullen we linken onder de video. Maar over dit liedje bestaat ook een soort kleine making-of. Namelijk Paul Simon die in een talkshow van Dick Cavett, beroemde talkshow-host in de jaren 70. Toen had hij het liedje net geschreven. En hij was eigenlijk gekomen tot en met het tweede couplet. En op dat moment wist hij het even niet meer. En hij gaat daar live in de uitzending de opties eigenlijk die hij heeft. Van ik kan hierheen, ik kan daarheen. En daarom vind ik het ook zo leuk om het daar nu even over te hebben. Dus zelfs een grootheid als Paul Simon, waarbij waarschijnlijk ook heel veel wat hij schreef hem makkelijk kwam aanwaaien. Hij zat ook wel eens vast en hij moest ook wel eens nadenken. En hij vertelt ook in dat liedje dat hij studeerde bij Chuck Israels. Dat was een bekende bassist en arrangeur. Hij studeerde harmonie bij hem. Waardoor ook zijn platen steeds jazzier werden. Maar ook zo'n grootheid als Paul Simon was dus niet bang om zijn kennis te vergroten. En ik merk wel eens bij mensen die zeggen van ja, als ik te veel kennis heb, dan wordt mijn muziek waarschijnlijk heel erg anders. Of dan raak ik mijn intuïtie kwijt. Nou, ik denk dat je daar helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Kennis moet je gewoon puur zien als gereedschap in je gereedschapskist, wat je kunt gebruiken. Als je vastzit of als je even niet meer weet hoe je verder moet, dan kun je het gebruiken. Maar verwar het vooral niet inderdaad met inspiratie, want dat is het allerbelangrijkste. Daar begint alles mee. Maar die andere dingen heb je soms ook nodig als het even wat moeilijker wordt. Ja, Paul Simon, wie is dat nou eigenlijk? Voor de mensen die dat niet weten, het is een enorme beroemde singer-songwriter, al wel wat ouder. Hij is uit 1941, als ik mij niet vergis, dus hij wordt dit jaar al 80. Maar wat mij betreft een van de allergrootste songwriters ooit. Echt in het rijtje Lennon, McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell. Paul Simon, daar hoort hij absoluut in thuis. En hij was in de jaren 60 vooral beroemd met zijn vriend Art Garfunkel. Zij hadden een bekend duo. Zij zijn ook weer wat meer in de aandacht gekomen door het programma wat Nick en Simon over ze hebben gemaakt natuurlijk. Dus misschien hebben jullie via die weg wel van Simon en Garfunkel gehoord. Paul Simon was meer de songwriter van het duo en Garfunkel eigenlijk misschien de betere zanger, in ieder geval de geliktere zanger. En zo rond 1970 stopte dat duo en is Paul Simon solo gegaan. En wat mij betreft zijn die soloplaten eigenlijk nog veel interessanter dan het werk wat hij met Garfunkel maakte. Want hij ging ook vooral heel erg experimenteren met allerlei muziekstijlen. Uit allerlei landen ook. Bijvoorbeeld uit Midden- en Zuid-Amerika had hij veel invloeden. En later heeft dat ook nog geresulteerd in een plaat als Graceland. Een enorme hit. Een hitalbum. Waar hij muziek, Zuid-Afrikaanse muziek ging maken. En hij heeft later ook nog met muziek uit Puerto Rico geëxperimenteerd en dat soort dingen. Paul Simon dus enorm veelzijdig en interessante songwriter. En het liedje wat we vandaag gaan onderzoeken, onder de loep gaan nemen, Still Crazy After All These Years, komt ook van de plaat Still Crazy After All These Years uit 1975. En ik weet nog dat ik als een jongen van een jaar of 14 naar de Biep ging in Dronten, waar ik vandaan kom. En dan ging ik altijd cd's lenen en ik zag de cd's aan Still Crazy After All These Years van Paul Simon. Ik dacht, die neem ik mee. En ik heb eigenlijk tot ik denk een jaar of twee geleden altijd gedacht dat het een Greatest Hits album was. Want er staan zulke fantastische nummers op. Still Crazy After All These Years. Maar bijvoorbeeld ook 50 Ways to Leave Your Lover. I Do It For Your Love.
Have a Good Time. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog wel een paar. Maar het luistert echt als een soort greatest hits album. Terwijl het toch maar gewoon een album is wat uit één jaar komt. En het won ook een Grammy in 1975 voor beste album van het jaar. En wat mij betreft was dat volkomen terecht. Paul Simon die heeft in een interview verteld dat dit liedje tot hem kwam. En dat het begon met de titel, namelijk Still Crazy After All These Years. Dat was gewoon een zin die hem ineens in zijn hoofd schoot. En hij wist niet gelijk wat hij daarmee moest doen. Maar hij wist wel gelijk van dat is wel voer voor een liedje. En dat is wel grappig, want in Nashville, wat er natuurlijk een enorm bolwerk is van songschrijvende lieden. Daar wordt eigenlijk heel vaak zo gewerkt. Beginnen met een titel. En ik heb zelf in mijn songwriters leven ook wel gemerkt dat een titel eerst hebben, dat werkt echt heel goed. Want dan kun je eigenlijk een soort terugwerken. Je weet eigenlijk al waar het zo'n beetje over moet gaan. En je hebt al zoveel houvast met een titel. Dat is even een tip voor tussendoor. Als je dat nog nooit hebt gedaan, begin eens met de titel. Want je titel is namelijk altijd of je laatste zin van je couplet, of de eerste en de laatste zin van je refrein. En dat geeft al zoveel houvast. En een goede titel is ook, dan weet je eigenlijk al waar het liedje naartoe moet. Dat wil ik maar zeggen. Dus zo begon dit liedje ook voor Paul Simon met de titel. De tekst is een tekst die eigenlijk best wel veel gaten laat. Er zijn ook wel wat mysterieuze zinnetjes in. Daar gaan we straks nog dieper op in als we echt de tekst onder de loep nemen. Maar het is geen hele eenduidige, makkelijke tekst. Maar daardoor wel heel interessant. Ik had het net al over dat filmpje. Als hij in een talkshow te gast is om dat liedje te laten horen. Interessant aan dat filmpje is ook dat het nog in een andere toonsoort staat. Het liedje zoals je dat van de plaat kent staat in G. En hij speelt het in de talkshow nog in D. En ook op de gitaar, terwijl de studioversie op een Rhodes wordt gespeeld. Dat is het dragende instrument in dat nummer. En dat is ook wel interessant om dan te horen dat nummers ook in de ontwikkeling van toonsoort kunnen veranderen. En qua arrangement, iets wat je op gitaar schrijft, dat kan ook net zo goed een liedje worden met strijkers of met blazers of met een Rhodes. Dat is allemaal deel van de ontwikkeling van zo'n nummer. Nog één ander disclaimertje. Ik kreeg mensen met vragen die zeiden van waarom draai je dat nummer nou eigenlijk niet in het filmpje bij de analyse. Dat zou ik natuurlijk het allerliefst doen. Dat we het gewoon zouden draaien en dat ik hem op pauze kon zetten en dan er iets over kon vertellen. Maar dat is een rechte kwestie, want deze video's komen ook op YouTube en je mag niet zomaar de muziek van andere mensen daarvoor gebruiken. Dus ik zou het, als je dit nummer bijvoorbeeld niet kent, en ook als je het wel kent trouwens, is het misschien raadzaam om het even op te zoeken op Spotify of een andere streamingsdienst, of als je het op cd hebt, even aan te zetten zodat het weer top of mind is en dan de analyse verder te gaan bekijken. Ja, dan gaan we het nu hebben over de vorm van het liedje. Het is eigenlijk een liedje wat zich gedraagt voor het grootste deel als een heel klassiek AABA liedje. En eigenlijk bijna alle oude jazzliedjes, dat zijn eigenlijk de eerste popliedjes, zou je het kunnen zeggen. Er waren ook heel veel musicals op Broadway waar hele goede songwriters zoals Rodgers en Hammerstein, Rodgers en Hart, Cole Porter, dat soort mensen. Wat later een beetje de Great American Songbook is geworden. Die liedjes uit de jaren 30, 40 van de vorige eeuw. Die gedroeg zich heel vaak als een AABA schema. Dus betekent eigenlijk een couplet, een brug of een middle eight, zoals dat vaak werd genoemd. En dan nog een keer je couplet. En bij die coupletten zat vaak de titel of de catchphrase, hè, de belangrijkste regel in het liedje, zat vaak in de eerste of in de laatste zin of allebei. En in dit geval is dat ook zo bij Paul Simon. Het is een AABA vorm met de titel in steeds de laatste zin van je verse, van je couplet. Het duurt 3 minuten 26 en in die 3 minuten 26 gebeurt eigenlijk ongelooflijk veel. Het is bijna een soort mini symfonietje. Want het is een soort AABA plus vorm. Want je krijgt inderdaad je krijgt een intro. Dat is heel interessant. Daar gaan we het zo nog over hebben. En dan op 12 seconden begint het eerste verse. Het eerste A'tje. Zoals je dat noemt. Ik noem het A-verse of een couplet. Dat is allemaal hetzelfde. Op 51 seconden begint het tweede A'tje. Op 1 minuut 25 begint het B'tje. Of de middle eight. Of de brug. Zou je het ook kunnen noemen. En dat B'tje is eigenlijk een soort extended of een soort uitgebreid beetje, want er zit ook nog een heel
instrumentaal deel aan, waarbij allerlei fluiten of woodwinds, zoals je dat noemt, en strijkers hun ding doen. En daarna krijg je een solo. Dat noem ik in dit geval dan maar even het C-deel, want het is wel over een helemaal een nieuw schema, dus over akkoorden die nog niet eerder zijn gebruikt in het nummer. En dan op 2:37 krijg je het derde aardje, het afsluitende aardje, met een heel klein herhalingje en een codaatje. En dan ben je op 3:26 dus al klaar. Heel compact liedje waarin heel veel gebeurt. Dan gaan we nu hebben over de akkoorden, de harmonieën van het nummer. En in dit nummer gebeurt ongelooflijk veel op harmonisch vlak. Het is best wel hogeschool. So bear with me, probeer het te volgen. Als je het soms moeilijk vindt te volgen wat ik vertel. Ik maak ook nog, en misschien kunnen we deze gelijktijdig online gooien, een video over trappen en dat soort dingen, harmonieën. En misschien kun je die dan beter eerst kijken en dan deze, om het beter te kunnen volgen. Het interessante aan het lied is dat het intro eigenlijk in een andere toonsoort begint als dat het couplet is. En het begint namelijk... Dat deel staat in E, de toonsoort E. Begint met een A-akkoord, A major 7 akkoord. Dan gaat hij naar E, E major 7. En B7, wat ook in de toonsoort E zit. Maar dan gaat hij... En al die vier akkoorden, A mineur, C, D, G. Dat zijn, is de tweede trap, de vierde trap, de vijfde trap. En de eerste trap uit toonsoort G. En dat is de toonsoort waarin het couplet vervolgens ook gaat zijn. En het feit dat hij naar A gaat en daarin begint, dat is eigenlijk een vooruitwijzing naar de brug die nog gaat komen. Want die begint ook zo. En dat is wel een les die ik ook wil meegeven. Is dat veel mensen als ze bijvoorbeeld een liedje hebben wat G, C, D is in het couplet... Beginnen ze hun intro ook zo. En vaak is dat eigenlijk ook best wel jammer om dat al weg te geven. Dus de tip om met een ander deel, bijvoorbeeld je refrein of je brug, te beginnen in een intro. Zodat het couplet eigenlijk vers in de oren is. En dat het de eerste keer is dat je dat schema hoort. Dat is een tip, wat mij betreft. Dan gaan we naar het couplet. I met my own lover on the street last night. Dat zijn de eerste frases. We beginnen dus met een eerste trap, G. Dan gaan we eigenlijk naar G7 met een B in de bak, maar maakt niet uit, blijft gewoon G. On the street last night, vierde trap. En dan krijgen we F7. En F7 hoort niet thuis in de toonsoort G eigenlijk. Dat is een akkoord wat geleend is uit de mineur toonsoort, het parallele mineur toonsoort, dus uit G mineur. En hij is ook nog met een 7 erin, dus de noot S. En de noot S is de verlaagde zesde toon uit G. En dat is dus moldoer akkoord. Daar gaat Esther het ook nog over hebben. Daar ga ik het ook nog in een andere video over hebben. Maar voor nu weet, F7 is moldoer. Je kunt namelijk met de verlaagde zesde noot uit de toonladder een aantal akkoorden maken. Namelijk in G kun je de C mineur, dat is een hele bekende. De bekendste vorm van moldoer. Maar je kunt ook F7... Het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel, dezelfde functie. En dat kun je ook nog doen met A half verminderd. Maar dat gaat dus eigenlijk allemaal over die verlaagde zesde noot. En die zit ook in F7. I met my own lover on the street last night. She seemed so glad to see me. Dus weer gewoon G, eerste trap. I just smiled. Dat is ook interessant, want... Daar gebruikt hij een zogenaamde tussen 2-5. 2-5-1 verbindingen zijn een soort harmonische progressies, harmonische verbindingen, die veel in jazzmuziek voorkomen. Maar dit, vieshalve minderd, B7 naar E mineur, die vieshalve minderd en die B7 komen ook niet in de toonsoort G voor eigenlijk. Maar hij gebruikt ze hier als tussenakkoorden van E mineur, want vieshalve minuut is de tweede trap uit E mineur en B7 is de vijfde trap uit E mineur. En dat zijn een soort verbindingsakkoorden om naar die E mineur toe te komen. Dus dan zijn we... Seems so glad to see me, I just smiled.
And we talked about some old times. Van die E mineur gaat hij via S mineur naar D mineur. G7, C. Op zich interessant, die E mineur is dus gewoon de zesde trap uit G. Dan gaat hij eigenlijk chromatisch, dus dat betekent gewoon met halve nootjes, terug naar een S mineur, naar D mineur. En dat is gewoon een soort verbindingsakkoord, die S mineur. Dat is een doorgaande lijn. En die D mineur hoort ook weer niet thuis in de toonsoort G. Merk je al hoeveel niet ladder-eigen, zo noem je dat, akkoorden er voorkomen in dit liedje, nu al in het couplet. Dat maakt het liedje ook interessant en interessant voor het oor. Omdat het niet allemaal verwachte akkoorden zijn, maar onverwachte akkoorden. En akkoorden die ook spanning op eigenlijk een soort gespannen voet leven met het tooncentrum of met je toonsoort. Daardoor vangt het oor, wat mij betreft. Want die D mineur G7, dat is weer een tussen 2-5. Dus net zoals we dit zagen net naar E mineur, is dit een tussen 2-5 naar C, naar de vierde trap. Deze zit wel weer in de toonsoort. And I ain't no fool for love songs that whisper vierde trap in my ears. En daar hebben we een diminished of een verminderd akkoord. Een verminderd akkoord is eigenlijk een akkoord met kleine tertsen op elkaar gestapeld. Je kunt het ook doorschuiven op de gitaar en dan blijft het hetzelfde akkoord. Heel interessant het akkoord, een diminished of een verminderd akkoord. En in dit geval is het ook weer niet een deel van de toonsoort, maar het is op de verhoogde vierde trap gebouwd. Dus de vierde noot uit de toonladder verhoogd. That whisper in my ears, still grazing. Eerste trap, after all, vijfde trap, these years. Zesde trap. I still... Weer dat verminderde akkoord, precies half verminderd. I still grazing after all these years. Dan gaat hij naar C mineur. We hebben het net al over Moldoer gehad. Die verlaagde zesde noot, S uit G. Die staat net in die F7, maar die komt hier in een andere vorm langs, namelijk de C mineur. After all these years. Vijfde trap. Dan hebben we eigenlijk het A'tje gehad. En wat ik ook interessant vind om nog even te vertellen, is dat eigenlijk de melodie al lang thuis komt. Dus die gaat naar de grondnoot toe. I'm still crazy after all these years. Die is al thuis. Hoor je dat? Die komt al op de grondnoot terecht. Maar de harmonieën nog niet. Die gaan namelijk naar de zesde trap. Terwijl als je thuis komt, dan ga je gewoon naar de eerste trap toe harmonisch. Dus naar G. En dan I'm still crazy after all these years. Komt de melodie nog een keer thuis. Op die G. Maar de harmonie nog steeds niet. Die gaat namelijk naar C mineur. Best wel ver weg van je tonica, je tooncentrum, je eerste trap. After all these years. Vijfde trap. En daar pas kom je dan op de eerste trap weer terecht. Dus via heel veel omwegen. De melodie is eigenlijk al lang opgelost. De harmonieën volgen pas veel later. Ja, wat ik ook nog wil vertellen over het akkoordenschema van het A'tje is dat het een uitbreidend akkoordenschema is. Dat vind ik zelf heel interessant, omdat het een soort verhaal in zichzelf lijkt te vertellen. Heel veel liedjes van tegenwoordig zijn gebaseerd op een akkoordenloop van bijvoorbeeld 4 akkoorden, wat bijna het hele liedje wordt herhaald. En dat is ook prima, dat kan ook heel mooi zijn, maar dan moet je misschien met je melodie nog weer extra hard je best doen om dat interessant te houden, of met de productie. Maar in dit liedje is eigenlijk geen 4 maten hetzelfde. I met my old lover on the street last night. Hier begin je wel weer met de G, maar ga je hiermee door. Het is de derde keer 4 maten. Dat begint op D mineur. Still crazy. Dus elke, elk begin, elke 4 maten akkoorden heb je een ander schema. En dat noem ik altijd een soort uitbreidend akkoordenschema. Dus het herhaalt niet, maar het blijft iets vertellen, of het blijft zoeken, of het blijft uitbreiden, ergens naartoe gaan. En dat vind ik heel knap geschreven, want je moet namelijk best wel veel akkoordenkennis hebben om überhaupt al die wegen te weten waar je allemaal nog heen kan. En daar was Paul Simon dus een meester in.
Het tweede aardje is eigenlijk bijna helemaal hetzelfde als het eerste aardje, behalve dat die I'm still crazy after all these years. Hij gaat eindigen op een G7 akkoord. Terwijl die in het eerste aardje op een gewone G eindigt. En deze G7, ja, dit was ook waar Paul Simon was gekomen, tot waar hij was gekomen in het filmpje in de talkshow. En nu is het eigenlijk een soort heel spannend van waar gaat hij naartoe? En nou, hij gaat naar die A-meursje 7 toe. 4 in the morning, crap town, yawning. En hij moduleert dus naar de toonsoort E. En je zou misschien denken, moduleert toch naar de toonsoort A, want hij begint op een A-akkoord. Dat A-akkoord is de vierde trap in E. Je kunt dat ook, dan wordt het misschien heel technisch, maar 4 in the morning. Hij zingt over die A, namelijk een dies, een diesnoot. En daardoor kun je horen dat het A-akkoord een lydisch akkoord is. Namelijk een akkoord op de vierde trap. Want de vierde trap heeft een verhoogde vierde noot. Maar dat mag je ook vergeten. Maar het staat in ieder geval in E. 4 in the morning, crapped out, yawning. Dat stukje is in E. En het mooie van de modulatie, want het moduleert daar keihard, het nummer, in het beetje. Het mooie van die modulatie is dat je moduleert van G, want daar zijn we gebleven, naar E. En G is eigenlijk hetzelfde, heeft dezelfde noten, precies dezelfde noten, als E mineur. Dat noem je, E mineur is de relatieve mineur variant van de toonsoort G. En van, zeg maar, van G naar E majeur moduleren voelt eigenlijk alsof je van majeur naar nog majeurder moduleert. Dat is altijd eigenlijk het gevoel wat het mij geeft. Weet je wel, je zit al in majeur, maar er is nog iets wat nog majeurder is. Zo voelt die modulatie voor mij altijd aan. Hij zit bijvoorbeeld ook in Something van de Beatles. Dan gaat hij van C naar A moduleren. Maar dat gebeurt hier dus ook. Alleen je komt niet gelijk op de eerste trap terecht, maar je begint met een vierde trap van de toonsoort E. 4 in the morning, crap down, yawning. En dan krijgen we long in my life away. Dan zijn we eigenlijk alweer gemoduleerd naar een andere toonsoort. In de brug moduleert hij alle kanten op. Eigenlijk elke vier maten hebben we een andere toonsoort te pakken. Want dit is long in my life away. Dan zitten we ineens in de toonsoort vies. Via een 2-5-1 verbinding ook weer. 2-5-1, 2 is mineur. 5, de trap, is dan een dominant septiem akkoord. Een 7 akkoord. En dan kom je op de eerste trap terecht. Dus dan denk je vanuit vies. 2-5-1 verbinding in vies. En dan gaat hij. I never worry, why should I? Dan ben je eigenlijk weer terug in G. Via E mineur en B7. En dan zou je kunnen zeggen, maar waar komt die B7 dan vandaan? Nou, ik denk dat we hier in E harmonisch mineur zitten. En je hebt verschillende soorten mineur eigenlijk. Je hebt zuiver mineur of eolisch. Je hebt melodisch mineur, harmonisch mineur. En dit is denk ik harmonisch mineur. Want harmonisch mineur heeft een kleine... Mag ik even nadenken hoor. Ja, hij heeft een kleine 6 en een grote 7 in de toonladder. En dat betekent dus dat hij een dies heeft. Die dies in B7. Maar wel een C. De toonladder klinkt alsof. En daar komen die akkoorden vandaan uit harmonisch mineur. Maar mag je ook allemaal vergeten. In principe is E mineur ongeveer, en ook E harmonisch mineur, ongeveer hetzelfde als G. Dus we zijn weer thuis. I never worry, why should I? Dan zijn we dus weer thuis. Song on the fate, heb je die B7 weer. Dan gaan we op A mineur en daar blijven we een hele tijd hangen. En daar komen ook allemaal dissonanten, dat hoor je fluiten en violen spelen. En dat is eigenlijk een akkoord dat je heel erg voelt, het conflict waar de tekst ook over gaat. En ik vind dat mooi. Dat wordt ook prosody genoemd. Dat is eigenlijk de eenheid tussen tekst en muziek. En de verwarring en alles waar hij over spreekt in de tekst. Dat wordt heel erg, wat mij betreft, ook
ondersteund door de harmonieën in het lied. Hij blijft heel lang op A mineur hangen en je hebt eigenlijk het gevoel, waar zijn we nou eigenlijk, waar gaan we naartoe? En dan breekt het moment aan dat een saxofoon solo begint. Ba-ba-da-da. Dan zijn we gemodelleerd naar A majeur. En de brug begon ook in met een A-akkoord. Maar die keer was het nog de vierde trap van de toonsoort E. Maar als we op de saxofoon solo zijn aangekomen, dan is A echt de eerste trap. Dus zijn we ook echt in de toonsoort A beland. En het mooie aan dit schema vind ik dat het heeft een pedal noot, een pedal basnoot. En dat betekent dat de basnoot hetzelfde blijft terwijl de akkoorden wel veranderen. Hoor maar. Dus A. Dit is D over A. Gaan we weer terug naar D over A. En dan zijn we weer terug bij het laatste A'tje. Nou, wat hier gebeurt in die saxofoon solo is eigenlijk gewoon in A, eerste trap, vierde trap, maar met gewoon de eerste trap in de bas. Vierde trap. En dan gaan we heel even naar verlaagd 7, maar wel met een pedalnoot ook, dus dezelfde basnoot. En dan gaan we terug naar G via een gemeenschappelijk akkoord, of een pivot chord, of een schakelakkoord, hoe je dat wil noemen. Want D is namelijk de vierde trap in A, maar de vijfde trap in G. Dus via dat akkoord kun je zeg maar terug naar A, maar ook naar G. En dat doet hij op deze manier. Hij verbindt daar twee toonsoorten met elkaar. Nou, en dan is het laatste A'tje eigenlijk voor het begin weer precies hetzelfde als het was. So I sit by my window and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. Maar dan komt het. But I would not be convicted by a jury of my peers. Wat is er nu gebeurd? We zijn in het couplet een toon omhoog gemodelleerd. En dat doet hij. Na die B7 ging hij normaal in het couplet naar E mineur. Maar hij gaat nu naar E majeur en dan naar A. En eigenlijk is dat een schakel of een ketting van tussendominanten. We hadden het net al over tussen 2-5-1 verbindingen. En dit is eigenlijk een tussendominant is hetzelfde. Dus het is de vijfde trap voor het volgende akkoord. En die dominant hoort niet in de toonsoort thuis. Dus deze B7 is eigenlijk nu tussendominant voor E7. En die E7 is de tussendominant voor A. En daar komen we dan terecht. En ik vind het heel grappig hoe zeg maar de toonsoorten G en A in dit hele lied een soort rol spelen. Het begint al met een A-majeur akkoord in het intro. Dan beginnen we in de brug ook weer met A, maar dan kom je er eigenlijk achter dat de vierde trap is van E. A is dan vervolgens wel de toonsoort voor de solo. En halverwege het laatste verse, dat dan wel in G is, modelleren we toch weer naar A. But I would not be convicted by a jury of my peers. En dan maak je eigenlijk gewoon het lied af in A. Dus het schema zoals het was in G wordt gewoon gemodelleerd een toon hoger in A. Dus een hele hoop aan de hand in dit nummer. Ik hoop dat je het hebt kunnen volgen. Maar we gaan nu naar de melodie en dat is waarschijnlijk sowieso duidelijker. Wat ik grappig vind om te horen is dat Paul Simon in dit nummer niet heel erg strikt of niet heel rigide is geweest met zijn metrum. Dus het metrum, het ritme van de melodie. Hij varieert daar best wel bij en ik heb het idee dat voor hem de tekst wel heel erg leidend is geweest voor zijn melodie. Bijvoorbeeld, I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. Ten opzichte van de tweede couplet, dat gaat namelijk I'm not the kind of man. Veel meer woorden in het tweede couplet. Who tends to socialize on the street last night. Redelijk hetzelfde. Maar zo speelt hij eigenlijk door het hele nummer heen best wel. De melodie blijft redelijk hetzelfde, maar het aantal woorden varieert bijvoorbeeld best wel eens per couplet. En dat geeft het ook een soort speelsigheid, wat wel bij de jazzy akkoorden hoort. Jazz is natuurlijk geïmproviseerde muziek, best wel losse muziek. En dat
spiegelt die melodie ook wel heel erg. Opvallend in het nummer is ook heel erg het gebruik van noten die niet in het akkoord thuis passen. Of in het akkoord horen. En dan vooral, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak, maar dan ook vooral noten die geaccentueerd worden. Je hebt namelijk in een maat heb je sterke noten en zwakke noten. En de eerste en de derde kwartnoot van een maat zijn eigenlijk altijd sterke noten. Die vragen veel aandacht. Terwijl achtste noten daaromheen hebben wat minder aandacht. En als je het vergelijkt, zeg maar de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 1 is heel erg sterk. De 3 is iets minder sterk. De 2 en de 4 zijn dan wel weer sterker dan de achtste noten die daarna komen. Bijvoorbeeld 1, 1, 2, 3, 4. Bijvoorbeeld de 4 is dan weer zwakker dan de vierde tel. Maar de 4 is weer zwakker dan de derde tel. Zo heb je eigenlijk een soort hiërarchie in sterke en zwakke. En dan heeft het over ritmiek, hè? Die sterk of zwak zijn. En Paul Simon in dit liedje gebruikt eigenlijk heel veel noten die niet in het akkoord thuis passen op sterke noten. Dus die springen heel erg in het oor. En akkoord, of noten die niet in het akkoord zitten, heel veel aandacht geven, ja, dat levert een soort harmonische spanning op. Die interessant is. En waardoor een melodie niet eentonig en saai wordt. Bijvoorbeeld, I met my old lover. Die noot al, hè? Dat is namelijk een E over G. Nou, als je een G bestaat namelijk uit de noten G, B, D. Dus die E, die hoort eigenlijk niet in het noot, in het akkoord thuis. Hij lost wel op old lover naar de dichtstbijzijnde akkoordtoon. Maar hij doet dat pas later. En die O, dat zit ook op de eerste tel. Dus op een supersterke, supersterke maatdeel, zeg maar. En dat doet hij eigenlijk door het hele nummer. Met my old lover on the street last night. Dat ook street, dat is ook weer een eerste tel. En dat heeft hij ook weer een A over C. Een noot die niet in het akkoord thuis hoort. En die lost hij eigenlijk pas later op. En daar, een soort uitgestelde oplossing heet dat. Street last night. Daar is hij nog, weet je wel, de oplossing. Want deze A-noot over C wil eigenlijk heel graag oplossen naar deze noot. Maar dat doet hij dan pas via een omweggetje eigenlijk. On the street last night, she seems so glad. Er is weer die E over G op een eerste tel. Seems so glad to see me, I just smiled. And we talked, en vooral ook dit over D mineur. Daar is de melodie. Dat zijn eigenlijk allemaal niet akkoordtonen die hij daarover zingt. Namelijk eigenlijk de 6, 1 en dan de 9 en de minor 11. Dus dat zijn allemaal hele spannende noten over het akkoord. Dat is eigenlijk de bottom line over wat ik wil vertellen. We talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all. Die ook, hè? All these years. Dus hij gebruikt eigenlijk heel veel de zesde noot van de toonladder over een akkoord. Hier ook weer over die D. After all these years. Still crazy after all these years. Dan de frasering. In vorige nummers heb ik ook aangewezen dat de frasering heb ik over waar beginnen en eindigen je zinnen. En hoe lang zijn je zinnen. Je merkt dat het in het A'tje, dat alle zinnen eigenlijk voor de eerste tel zijn geplaatst. Dus je hebt I met my 1. Daar begint eerst, daar begint eigenlijk de 1 en de maat. En ze zitten de hele tijd daarvoor. En voor de 1 fraseren heeft altijd een soort actief iets. Een proactief iets, waardoor je wordt meegenomen. I met my old lover on the street last night. She seemed 1. Dus daar zit hij er weer voor. Seemed so glad to see me, I just smile. And we talked 1. Dus daar zit hij er weer voor. Talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still 1. Crazy. Dus in het hele A'tje zit de frasering voor de 1. Terwijl in en dat is natuurlijk altijd weer een goed instrument om contrast mee te maken. In het B'tje. 4 in the morning zit het namelijk op de 1. Dus 1, 2, 3, 4 in the morning. 1, yawning, long in my
Dus hij maakt ook qua plaats waar de melodie begint een duidelijk contrast met het couplet en het beetje. Terwijl er gebeurt al van alles, ook op harmonisch gebied. Maar ook nog qua waar de zin begint in de maat. Daar maakt hij ook nog contrast mee. En zo krijg je dus een super groot contrast, waardoor het zo in het oor schiet eigenlijk. Die brug of die middle eight. Dus om nog even een resume qua melodie. Hij gebruikt heel veel niet akkoordtonen op sterke ritmische plekken in de melodie, waardoor die veel aandacht vragen. En hij varieert heel duidelijk met waar hij zijn zinnen begint tussen de A'tjes en de B'tjes. Oké, gaan we het nu over de tekst hebben. Het is een tekst die best wel veel gaten laat en dingen openlaat. Het zijn eigenlijk een soort opeenstapeling van kleine scènetjes waarbij je een soort inkijk krijgt in het leven van degene die het liedje schrijft of het liedje beleeft. Still Crazy After All These Years. Paul Simon was net gescheiden toen hij dit schreef. Hij was een jaar of 32, 33 geloof ik. Waarschijnlijk gaat het wel over zijn state of mind in die periode. Hij voelde zich niet echt heel erg lekker. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij in een soort depressie zat. Maar het mooie aan dat zinnetje Still Crazy After All These Years vind ik ook dat het eigenlijk in elke plet in het liedje een soort andere betekenis krijgt. Dus in een ander licht staat. Laten we gewoon de tekst eens doornemen met elkaar. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. Dus blijkbaar is zij een stuk blijer om hem te zien dan andersom. And we talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Still crazy after all these years. Een paar dingen wat we daarover kunnen zeggen. Ten eerste, als we kijken naar het rijmschema, rijmt er niks behalve de ene laatste en de laatste zin. En de rest is eigenlijk allemaal I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. Oké, zou je een near rhyme kunnen noemen. And we talked about some old times. Ook nog een klein near binnenrijmpje. And we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Dus dat is eigenlijk de enige echte rijm die erin zit. Plus, dit eerste couplet lijkt de zin Still crazy after all these years heel erg betrekking te hebben over hij op hem en zijn ex, zeg maar. Dus zo van, we zijn eigenlijk nog steeds gek op elkaar. Dus het lijkt eigenlijk een soort liefdesliedje te gaan worden. Of een soort liedje over een oude liefde die hij niet kan vergeten of zo. Dat is eigenlijk de illusie die Paul Simon hier geeft in het eerste couplet. Maar dan gaan we naar het tweede couplet. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy after all these years. Still crazy after all these years. En nu wordt het eigenlijk wat mij betreft een heel ander lied. Hij gaat het namelijk over zichzelf hebben. I'm not the kind of man who tends to socialize. Dus hij is niet van de praatjes over koetjes en kalfjes. Of iemand die makkelijk met andere mensen in contact treedt. Misschien wel een beetje een asociale figuur. I seem to lean on old familiar ways. Een conservatieve man, blijkt hieruit. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Niet echt een romanticus, dus misschien wel een beetje een cynische man. Still crazy after all these years. Nu gaat die zin niet zozeer over hij en zijn ex, over hem en zijn ex, maar over hemzelf. Namelijk, hij is nog steeds een beetje gek, nog een beetje cynisch, niet romantisch. Zelfs na al die jaren. Gaan we naar een beetje, de tekst van een beetje. Four in the morning, crapped out. Crapped out, dat betekent volgens mij, is het een referentie naar een soort spelletje in het Engels dat je hebt verloren. Crapped out, yawning, longing my life away. Wat hier heel erg opvalt is natuurlijk de binnenrijmpjes. Four in the morning, crapped out, yawning, morning and yawning, longing my life away. En die, dat is een binnenrijm, yawning, longing my life away. I never worry, why should I, it's all gonna fade. Dus best wel een depressieve tekst eigenlijk. Waarschijnlijk kan hij niet slapen of wordt midden in de nacht wakker. Hij voelt zich verloren, hij gaapt, hij heeft het idee dat hij zijn leven eigenlijk maar een beetje naar andere dingen verlangt. Dat hij niet heeft wat hij wil. Maar hij maakt zich nooit zorgen, waarom zou hij, het gaat toch allemaal voorbij. En dat lijkt dan een soort vals sentiment. Now I sit behind my window and I watch the cars. Dat vind ik een heel mooi beeld. Paul Simon kwam uit New York. Dus als hij zingt, now I sit behind my window and I watch the cars, dan zie ik hem inderdaad 's nachts ergens in een soort appartement in New York zitten, waar het verkeer natuurlijk nooit ophoudt. En 's nachts dan zie ik allemaal gele taxis rijden zo daar in New York. I'll fear I'll do some damage one fine day. Redelijk
mysterieuze zin, vind ik. Want waar heeft hij precies over? Heeft hij het idee dat hij ooit een auto-ongeluk gaat veroorzaken? Of heeft hij het ergens anders over? Dat wordt niet helemaal duidelijk uit de context van het liedje. But I would not be convicted by a jury of my peers. Jury of my peers, dat is natuurlijk het Amerikaanse rechtssysteem. Daarom heb je een jury van je gelijken. Dus dat moet een afspiegeling zijn van de hele samenleving. But I would not, ik zou niet veroordeeld worden door een jury van mijn gelijken. Al zijnde still crazy after all these years. En dus daar komt de titel van het liedje eigenlijk weer in een soort ander daglicht te staan. Hij wordt namelijk niet veroordeeld door zijn gelijken als zijnde gek. Want blijkbaar gaan veel van zijn generatiegenoten door hetzelfde gevoel heen. Dat is mijn interpretatie van het geheel. Dus betekent dat eigenlijk die zin, de titelzin in elk vers in een klein ander licht wordt geplaatst. En dat houdt de tekst ook interessant en maakt het dat het voorwaarts stroomt, laten we het zo maar noemen. Arrangement en productie. Fender Rhodes piano is in dit nummer het instrument, eigenlijk het dragende instrument. Volgens mij zit er een effect ook overheen, een phaser effect, waardoor het een soort heel mooi rond en een beetje zwevend Rhodes geluid wordt. En dat wordt gespeeld op de opname door Barry Beckett. En dat was een toetsenist die ook deels uitmaakte van de Muscle Shoals studio band. Als je daar niks over weet, kijk vooral die documentaire over Muscle Shoals. Dat was een studio in het Amerikaanse zuiden waar echt legendarische muziek is opgenomen. Door eigenlijk altijd een bandje met dezelfde bezetting waar die Barry Beckett dus ook bij hoorde. Documentaire tip. Het eerste couplet is eigenlijk best wel leeg. Namelijk Rhodes, zang en drums. En de strijkers en de bas komen erbij op dat ene mooie moment. Still crazy after all these years. Echt een dramatisch moment ook in de song. Namelijk dat die de uitgestelde oplossing eigenlijk. En dat wordt dan weer extra aangekleed doordat daar op dat moment ook de drums of de strijkers en de bas invallen. En zo zie je dat de arrangeur ook heel erg heeft gekozen om alle dramatische momenten in de song. Om daar extra kracht bij te geven. Ook bijvoorbeeld in die modulatie in het laatste couplet waar die van G naar A moduleert. Daar komen dan ook de strijkers weer in. Voor de rest zit er in het arrangement behalve dus de Rhodes, bas, drums, strijkers ook een aantal houtblazers. Volgens mij fluiten en nog wat andere houtblazers. En die spelen eigenlijk voornamelijk in de brug. Dat is het rijkst en het meest groot gearrangeerde stuk van het liedje. Daarna komt de sax solo, gespeeld door Michael Brecker, wat ook een enorme, befaamde jazz saxofonist is. En het grappige daaraan vind ik ook dat die saxofoon solo, die is alleen daar in dat stuk. Dus die saxofoon solo wordt verder niet geïntroduceerd, in het intro bijvoorbeeld al, of al eerder dat die zachtjes inkomt. Nee, die is er gewoon alleen maar in dat stuk en als de solo is afgelopen, komt die ook niet meer terug. En dat vind ik ook wel weer een soort leermoment voor mezelf. Als ik namelijk ga arrangeren, dan denk ik vaak, je moet instrumenten introduceren. Of als ze eenmaal hebben gespeeld, dan moeten ze ook gewoon doorspelen. Hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Je kunt ook gewoon zeggen, 8 maten sax solo, daarvoor en daarna niks. Nou, de takeaways en de leermomenten van dit lied, wat mij betreft, in het intro nog niet je couplet schema weggeven. Dus probeer een schema of een akkoordenschema uit een ander deel van het lied te nemen, zodat het compleet nog vers is als je het voor de eerste keer hoort. En probeer eens iets te maken met een uitbreidend akkoordenschema. Dus een akkoordenschema dat niet de hele tijd herhaalt, maar dat eigenlijk de hele tijd in ontwikkeling blijft. Oké, dit was mijn analyse van Still Crazy After All These Years van Paul Simon, het geweldige lied. Misschien heb je er wat van opgestoken. Ik hoop het. Ik zou zeggen, luister het liedje nog maar een keer. Met al deze informatie in je hoofd. En misschien blijft er wat hangen. Dat zou mooi zijn.